dat is wel belangrijk voor mij. Want als er iets gebeurt, ja, dan weet je wel hoe je eruit kan. Ik ben René Meester. Ik hou me bezig met de verkeerseducatie in Zeeland. Dus dat gaat van scholen tot hogere opleidingen en ook gewoon gedragsbeïnvloeding tijdens campagnes. Ik vind verkeerseducatie heel erg belangrijk. Dat is in Nederland alleen niet vastgelegd in de wet dat je dat als school moet doen. Nou, daar hebben we dan een project voor en dat project heet het VEVO-project, Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs. Daar zitten allerlei activiteiten in die scholen kunnen afnemen. Dan heb je het bijvoorbeeld over gastlessen verkeersonveilig gedrag, waarbij met name wordt ingezoomd op niet zozeer verkeersregels, maar wel van besef je het risico van gedragingen die je zelf doet, wat is daar gevaarlijk aan en hoe kan je het zelf beter doen. Ik ben nu op weg naar het Auris College om daar te gaan kijken hoe het loopt met de gastles verkeersonveilig gedrag die door een gastdocent wordt gegeven. En ook naar de kantelauto die door Veiligverkeer Nederland wordt gegeven. En dan kijken van hoe loopt alles en zijn er eventueel nog verbeterpunten te vinden. Goedemorgen allemaal, mijn naam is Harm. Ik ben vandaag gastdocent namens het ROVZ en het ROVZ staat voor regionaal orgaan verkeersveiligheid Zeeland. Het hield me altijd al wel bezig, ook zeg maar toen ik zelf op het voortgezet onderwijs zat. Ik heb nodige dingen gezien en meegemaakt die diepe indruk maakten. Ik bedoel, als jij op school thuisroute fietst en je wordt op een gegeven moment geconfronteerd met stille getuigen. Er is net een ongeluk gebeurd, je ziet eerst een tas op de weg. Dan zie je een brommer verkreukeld. Dan zie je een kleed en daar ligt iemand onder. Blijkt die ook nog van jouw school te zijn. En als je op school, dat wist ik toen niet, en dan kom je op school en is van ja, ga allemaal maar weer naar huis, want we hebben een tragisch ongeval. Nou ja, dat maakt diepe indruk. Daarom greep het me ook gelijk qua ja, werkveld. Ja, fietsers die nemen vaak voorrang. Zij heeft voorrang, je hebt gelijk hè. Deze fiets heeft voorrang. Deze automobilist moet stoppen voor de haaitanden. Ja, omdat ik het gevoel heb dat een heleboel mensen helemaal niet bezig zijn met verkeer. Dat begrijp ik ook wel. Het is iets wat je dagelijks doet, onnadenkend. Appen op de fiets is gevaarlijk. Lukt het? Ben je al klaar? Nee. De bedoeling van die test is om aan te geven dat je niet drie dingen tegelijk kunt. En dat je dat dus ook in het verkeer niet kan. Als je op je fiets zit en je bent aan het fietsen, dan ben je motorisch bezig. Ten tweede moet je op verkeer letten en je moet ook nog reageren op plotselinge veranderingen in het verkeer. Nou, lopen, dat moet dat meisje doen. Ze moet een bal vangen en tegelijkertijd moet zij teksten. Dat blijkt dus niet te kunnen. Hoe vond je het om te doen? Moeilijk. Een heleboel dingen die je hebt aangeleerd, zo van, ook voor je rijbewijs. Hè, je moet dat en dat zus en zo doen, want dat is veilig. En anders slaag je niet. In de praktijk, als je langer rijdt, ga je het anders doen. En sluipen er dingen in van je zegt van, nou, als er nog eens naar gekeken wordt, is het eigenlijk niet zo goed. Waarom sluipt dat erin? Omdat mensen in hun foute gedrag bevestigd worden. Dus als jij inhaalt met je auto, op het moment dat het eigenlijk niet meer kan, en de tegenpartij waarmee jij zou gaan botsen, lost het op, denk je van, zie je wel, het kon. Jochem, ja. Zou jij even de rest van A4A erbij willen halen hier rond de tafel? Kijk, geef het mij van A4B. Het is een les, hoe ontsnap ik uit de gordel als de auto op zijn kop is geraakt tijdens een ongeluk bijvoorbeeld. Want als die auto ondersteboven ligt en jij hangt in die gordel, dan blokkeert jouw gordelsysteem, dus dat kliksysteem. Dat is een truc om daaruit te komen en dat leren ze in deze auto. Ik wil even een vrijwilliger in de auto. Even mee, dan, maar dan, wat je. Dan ben je er vanaf. Ja. Succes, vader. Nou, ten eerste is het belangrijk om om een argument weg te halen. Heel veel mensen zijn bang om de gordel aan te hebben. Stel ik raak te water of stel ik hang op zijn kop, kan ik er niet meer uit. Nou, het is een argument om een gordel wel te dragen. En de tweede is ook inderdaad, je moet het even weten hoe het werkt. En als je het eenmaal een keer hebt gedaan, dan blijft het ook altijd hangen. Dus het is gewoon een hele waardevolle les. Nou,
Nou, ik vond, ik durf het wel hoor, want als je het een beetje oefent, dan weet je ook wel gelijk wat je moet doen als er zoiets gebeurt. Net zoals bij die auto daar zo. Want dan weet je toch wel zo'n soort van, oh, dit moet ik doen en dan kom je zo uit de auto. Dat is wel belangrijk voor mij, want als er iets gebeurt, ja, dan weet je wel hoe je eruit kan. Dat heb ik dus ook weer gedaan. Door de jaren heen was er een keer een verkeerscoördinator die zei tegen mij van, was laatst een leerling. En die zei tegen mij, juf, ik wist nog hoe het moest. En toen zei die juf, die zei van, wat dan, waar heb je het over? Nou, hoe ik uit die gordel moest komen. Oh ja, wat is er gebeurd dan? Nou, van het weekend in de Liefkeshoektunnel zijn we over de kop geslagen. En de auto lag op zijn kop, maar ik wist nog hoe ik eruit moest komen. Dus ja. Nou, ik wil gewoon wel graag bereiken dat mensen bewuster zijn van de gevaren en continu daar wel aan denken. Zeker ook de volwassenen, hun voorbeeldrol. En dat is niet alleen als je je kinderen begeleidt, maar ook als jij gewoon, je kinderen zijn al lang uit huis, maar jij gaat oversteken bij een stoplicht wat op rood staat en er staan kinderen bij, ben je niet goed bezig. Wees je daarvan bewust. De grootste voldoening vind ik als met name andere partijen of andere mensen ook enthousiast worden en die verkeerseducatie enthousiast verder brengen. Als die heel enthousiast worden van, oh, we hebben nu dat en dat gedaan met die leerlingen, ze vonden het prachtig en ja, zelfs spontaan gingen ze klappen na de remwegdemo. Dan denk van, hey, dat is mooi. Alleen nu nog ook wel dan veilig zijn, veilig blijven doen zelf. Als dat lukt, dan ben je er toch? Ja. Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I...